en dan smaakt het gewoon naar aarde. De kinderen zijn veel drukker met z'n allen. Maakt je haar dus helemaal suikerspin en vies. Daarachter komen of ik lactose intolerantie heb. Welk stukje wil ik? Oh, huh? Wat ik aan. Ik heb het een keer. Ah, oh, schattig. Goedemorgen allemaal. Ik ben heel moe. Vandaag is dus eerst nog dat alle kinderen weer naar school komen. We moeten natuurlijk CITO-toetsen afnemen, eigenlijk normaal al eerder dit jaar. Of een paar weken eerder, of ik weet niet precies hoeveel eerder. Maar de DMT-leestoets heb ik wel afgenomen, want dat is gewoon individueel. Maar ik heb er bewust voor gekozen om de andere toetsen vanaf vandaag pas af te nemen. Omdat ik het echt zonde van de onderwijstijd vind om alles dubbel te doen. Met halve klassen dan. Ik heb nu gewoon allemaal lessen kunnen geven. En als ik toetsen had gegeven, moest ik elke dag om en om dezelfde toets geven. Ik wilde de gok wagen om vandaag pas te beginnen. Dus eigenlijk heb ik helemaal geen ziekmeldingen gehad de afgelopen weken. Maar de eerste ziekmeldingen komen nu al binnen. Wat betekent dat we de toetsen die ik vandaag afneem, dat ik die sowieso nog een keer moet gaan afnemen voor die kinderen. En zoals als het zo doorgaat, wordt het heel moeilijk om de rapporten volgende week vrijdag af te hebben. Dus pittig. Nou, het gaat bij een collega eten. Ik ben nu nog heel erg moe. Dat is wel heel erg leuk. Het is nu 7:15. En er is een andere juf vandaag in groep 4 omdat de juf ziek is. Ik heb gezegd dat ik er om 8:00 ben. Dus ik moet over 30 minuten weg. Ik heb wel mijn eten gemaakt. Oh, brood nog niet. Ik heb heel lekker ananas gemberappel. Dat ananassap van die pina colada. Maar maakt niet uit. Ik ga gewoon even snel douchen. Trek een jurk aan, denk ik. En dan een beetje opmaken ben ik al klaar. Dus dat komt helemaal goed. Het is ook even wennen, want ik heb zoveel vrij gehad. Ik heb steeds echt 2 dagen gewerkt, 5 dagen vrij, 4 dagen gewerkt, 4 dagen vrij. En nu is het 4 weken bikkelen. Zo, werkdag zit er bijna op. Ik ga zo dus bij een collega eten, maar ze is nog eventjes bij de karwei. En dan haalt ze me zo op en dan ga ik naar haar toe fietsen. Ik ben zo moe, maar ik was dus wel moe toen ik opstond. Het was echt eigenlijk niet eens zo heel erg wennen dat we weer alle kinderen op school hadden. Het was iets drukker. Ze hadden wat meer moeite met de regels, maar het viel mee het verschil. Ik heb zoveel gedaan. Wat op mijn lijst stond, dat is niet normaal. Maar echt niet normaal. Mijn lijst was... mail antwoorden. Iets invoeren. Toets afnemen. Verslag voor beeldcoach schrijven. Site opbrengst veranderen. Mail sturen. Nakijken. Ja, ga zo maar door. Allemaal dubbele rapporten ingevoerd. Zoveel gedaan, bizar. Wel lekker, het is nu 4:15. Het is al zo als ze sms'en dat ze er is. Ik heb net een kuiken geëit. Welke was het ook weer? Volgens mij was het deze. Hoi, ken je me nog? Maar ze bijten echt niet gewoon. Nee. Totaal niet. Dat is heel leuk. Gaan ze je likken? Echt? Oh, dan heb je het maar eng. Ik vind het zielig als ze bang van mij worden. Hallo. Hallo. Ik ben echt een beetje een watje hoor, met heel veel dingen. Een kuikentje durf ik dan wel, maar... Ik weet dat koeien hele lieve beesten zijn. Lief. Hi. Hi. Goedemorgen jongens, ik heb gisteren niks gefilmd, want voelde ik ineens maandagavond van oei, weerstand gaat er helemaal achteruit. Helemaal kapot. Dus vroeg gaan slapen, gisteren was ik te moe om ook maar iets te filmen. Bij tijd naar huis gaan, bij tijd gaan slapen, nu gaat het iets beter. Ik wil echt niet ziek worden. Ik had lekker sap gisteren al gemaakt, ik drink dat niet meer elke dag. Ik heb hier, die koffie had ik gratis gekregen bij de AHA, dus die neem ik even mee naar mijn werk. Ik heb komkommertjes, watermeloen. Koffie, maiswafels, koude koffie. 2 avocados en brood ligt op mijn werk. En dan nu een sapje klaarmaken en weer werken. Het is weer even wennen hoor, elke dag werken en niet meer vrij in volle klas. Hallo, duidelijk nog steeds geen zin om te vloggen. Ik heb dus bietjes gekocht. Oh, kant-en-klare bieten, voor het eerst sinds heel lang. Had ik ineens zin in, want ik zag het in de supermarkt. Ik probeerde de tv op pauze te zetten, maar dat lukt niet. Oké. Okay. Mijn vader maakte dit namelijk vroeger, vond ik het heel lekker. Hij maakt sowieso altijd lekkere dressing. Sindsdien lust ik geen bieten meer, omdat iedereen bij wie ik het eet... Of in sap vind ik het heel vies, of mensen die het niet lekker maken en dan smaakt het gewoon naar aarde. Ik dacht ik probeer het weer eens, maar mijn vader doet het dus altijd met een uitje, olijfolie, azijn, mosterd, zout en peper. En ik heb dan olijfolie, mosterd, zout, peper en citroen. Ik had geen zin om uit te snijden.
maar het is meteen lekker. Ik hou echt niet van veel dressing, maar bij dit moet het. Ik vind die bite zo lekker en op deze manier smaakt het niet naar aarde, dus wel grappig om dit weer eens te eten. Nee, Bolly. Goedemorgen, dikke boektor. Goedemorgen, jongens. Sapje. Appelsap, appel, gember en spinach. Je sturen naar zo'n bedrijf. Studenten met een niet-Nederlandse achternaam krijgen minder makkelijk een stageplek. Of dit. Mensen die 's avonds in de stad bij een club of café naar binnen willen. Het komt voor dat iemand met een donkere of getinte huidskleur daar bij de deur wordt tegengehouden. Witte politieagenten gebruiken vaak geweld tegen zwarte mensen. Dat gebeurt al heel lang. Veel mensen zijn daar boos over. Ze vinden het erg dat zulk racisme er nog steeds is. Racisme is er niet alleen in Amerika. Maar het komt ook voor in andere landen. Maar het is nou eenmaal een feit dat het vaak is gebeurd dat witte politieagenten agressiever, meer geweld, überhaupt geweld gebruiken tegen mensen met een zwarte huidskleur. En dat is dus racistisch. En dat is dus zo uit de hand gelopen bij George Floyd dat mensen nu protesteren. Wat hebben we nog meer gelezen? Heel veel mensen zijn boos. Ja, ze vinden het vooral erg dat het er nog steeds is. Hallo jongens. Ik weet dat ik echt bizar weinig vlog deze week, maar ik ben zo kapot. Het is weer even zo erg wennen. Sowieso de laatste 4 schoolweken natuurlijk. In 2 weken alles ziet er doorheen knallen. Nou, de hele week waren er kinderen ziek, dus die moet ik allemaal deze volgende week ook weer gaan inhalen. Rapporten moeten af zijn volgende week vrijdag. En het is gewoon, de kinderen zijn veel drukker met z'n allen. Het is voor hen ook weer wennen, dus ik ben gewoon echt heel erg moe. Vandaag ben ik lekker vrij. Het is super mooi weer vandaag. Dat scheelt ook. Het was de afgelopen dagen niet zo mooi weer, dus ik ben echt weer een beetje op aan het knappen door het zonnetje. Morgen ook heel mooi. Daarna zou het ook mooi worden, maar volgens mij wordt het na morgen ook weer slecht. Het is zo wisselvallig. Daar word ik zelf ook altijd wel een beetje gaar van. Goed. Nou, dat is gewoon even weinig gefilmd, maar maakt ook niet uit. Ook gewoon echt niks met filmen. Na mijn werk gewoon moe. En niet eens koken en zo. Weet je wel, gewoon boterham en pindakaas. Dus dat. Morgen weer lekker naar mijn ouders. Zin in. Ja? Ik heb gewoon echt letterlijk niks te melden. Spijt me. Hallo, ik ben thuis. Mijn haar is trouwens helemaal... Ik heb dus die Maria Nila haarspray die ik had gekregen. Droog shampoo. Ik dacht gisteren leuk, die doe ik even in mijn haar. Om het er weer op te frissen. En dat maakt je haar dus helemaal suikerspin en vies. Ik snap niks van, ik ben fan van dat merk. Het wordt gewoon helemaal touw. En dus als je het heel precies toepast, dat je het als soort van volumespray gebruikt, dat het wel goed is. Maar het is in ieder geval geen droog shampoo. Ik heb even een boodschap gedaan, maar niet veel. Even kijken. Dit zag er vet schattig uit bij de Jumbo, dat is iced tea. De koelkast is best wel leeg. Kip voor wraps. Wat ik altijd eet, zoals jullie inmiddels wel weten. Een komkommer, want ik eet elke dag een komkommer of een halve. Eieren. Eggies. Eggy waggies. Bij de Action kocht ik deze ijsblokhouder met een soort van, dat hij recht blijft. Maar ik weet dus niet, ik dacht dat hij precies in mijn vriezer zou passen. Ja, dat is wel heel chill eigenlijk. Als hij weer wat leger is. Dan had ik bij de Action deze, want volgens mij heb ik deze ooit gehad met 30. Maar alle zonnebrand die ik heb is 30. Ik wil ook een keer een wat lichtere kunnen gebruiken. En deze shampoo haal ik normaal met 1 plus 1 gratis. Bij Ethos of Appie, maar die was nu bij de Ethos 1,80. Action 1,80. Deze voor 5 euro, dat was weer op. En bij de Jumbo heb ik 2 van deze opladers gekocht voor mijn iPhone. Bij de Action is het steeds op voor 3 euro en nu dus 2 voor 3 euro. En je had er ook 1 voor 8 euro, maar die was met zo'n plastic kabel. Dus ik denk dat zo'n kabel dus slechter is. Maar ik vond het prijsverschil 3 en 8 wel heel veel. Ook bij de Action, dat gebruik ik gewoon als natte doekjes. Dan hebben we nog 3 banana's. Lekker! Mama, die ga ik niet bewaren. En wat zit er nog meer in, joh? Oh nee, voor de rest heb ik gewoon kleding. Ja, dat was het. Very interesting. Bizar, hè, deze basilicum. Dat er bloemen uitkomen. Niet normaal. Ik heb trouwens nu wel deze pot in het beige gekocht. Ik zat hem ook in het donker. Ik wilde dus weer zo'n kleintje halen. Die had ik toch laten zien aan jullie, volgens mij. En ze hadden hem dus niet in het klein. Ze hadden wel die in het groot. Maar ik dacht, ik vind eigenlijk deze kleur veel mooier. En ik hoop dus dat deze hierin past. Dan ben ik heel blij. Oké, steekt wel een beetje uit.
Maar beter dat in mijn salade kom. Er moet gewoon echt een pot. Oh, 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 oh. Nee, huh? Ja, er moet gewoon echt een pot omheen. Dat is natuurlijk niet zo mooi, maar oké. Ik zou wel uit die pot kunnen halen, maar dat ga ik nu niet meer doen, denk ik, toch? Deze ga ik maar eens een keer weggooien. Daar ga je toch geen thee meer van maken. En Bolly? Ik weet dat jij het leuk vindt, maar je hebt al koriander. Oh, bedankt Bolly. Bedankt, maat. Goedemorgen, dit is de status. Volle vaatwasser, vieze keuken. Allemaal niet echt netjes. Dat is dus, dat krijg ik altijd als ik moe ben. Maar ik heb vandaag lekker uitgeslapen. Dus ik ga het straks allemaal even opruimen. Sapje met, even kijken. Ik had een appel die half rot was. Kiwi die half rot was. Spinazie, appelsap en gember. Ik heb nog nooit kiwi erdoor gedaan. Het is een golden kiwi. Jeetje, wat een troep. Oh, wat erg. Ik merk gewoon zo erg verschil als ik moe ben hoe alles er aan toe gaat. Even proeven. Oh, super lekker. Zo, dat was weer super gezellig. Bloedheet was het. Niet normaal. En het is ook echt al veel te laat, maar het was heel gezellig. Nu ga ik weer scooteren naar Baarn. Half uurtje. Ja, dan ben ik dus pas over 4 bij mijn papa en mama. En ik moet ook weer rond 8 weg, anders is het te koud op de scooter. Dus ik ben net een beetje laat, maar ja. Oké, heb ik even mazzel. Mijn broertje stuurt ineens dat hij ook wil komen. Vanaf het laden van mijn oma naar mijn ouders. Dat is echt een heel irritant stukje. Dus ik dacht ineens van, oh, jij rijdt mij zeg maar langs waar ik rijd. Want als ik nou nu vast begin met terugrijden en jij mij oppikt bij PNR, wat echt aan de snelweg ligt, dan zou dat super chill zijn, want zij eigenlijk maar 1 minuut om te rijden. En hij deed er nog een half uur over, dus ik ben gewoon zo ver mogelijk gereden. Dus ik ben helemaal bij PNR Gooimeer Naarden. Vanaf hier is nog maar 10 minuten naar huis. Pikt hij me op, gaan we naar mijn ouders. Ga ik vanavond met hem mee terug. Hoef ik nog maar 10 minuten terug te rijden met de scooter. En kan ik ook langer blijven. Is het Olivier? Nee, oh. En kan ik ook nog eens langer blijven omdat ik niet vroeg weg hoef omdat het te koud wordt. Dus super goed geregeld en heel gezellig dat hij ook komt. Ja, het lijkt heel lekker. Oh ja, je haar is vet kort ineens. Ja, ach. Ik denk dat ik geen lactose-intolerantie heb. Zeg je? Ik denk dat ik geen lactose... Misschien heb ik wel alcohol-intolerantie. Ik weet het allemaal niet meer. Wat bestaat er nog wat je nog niet hebt? Ik heb het nu ook getest. Door... Laatst heb ik weer 4 plakjes brie gegeten. Geen niks aan de hand. Gisteren bij melk gedronken. Om te testen, niks aan de hand. Net in Naarden bij de Albert Heijn zo'n to-go melk. Starbucks gehaald met melk. Niks aan de hand. Ik hoorde je in je vlog zeggen dat het misschien wel aan de stappen komt, dat het thuis. Nee, is het ook niet. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het echt niet. Ik zag ook dat je alles wat je bij Olivier had gekregen op zijn mokkel daarna zelf ging kopen. Nee? Aan die drankjes. Oh ja, ik heb het weekend cocktails gemaakt. Doordat ik dat bij Olivier had. Alles wat er bij jou was. Maar ik kan niet tegen Bacardi wit. Oh. Niet zomaar pakken, hè? Oké. Sorry. Oh, geitenkaas. Vandaag gaan we erachter komen of ik lactose-intolerantie heb. Ik heb dus melk op in de Starbucks drankje. Dan kom je er wat achter hoe er is, niet van mij. Eten jullie dit kontje? Het is trouwens vet leuk als ik een vraag stel in een vlog, dat jullie dan antwoorden. Want heel vaak doen jullie dat dus niet. Maar op die schoenenshoplog doen jullie dat dus wel. En dat vind ik dan meteen echt super leuk. Dus, eten jullie het kontje? Ja of nee? Ik haal dan altijd wel nog hier de binnenkant eruit. Maar ik eet niet het kontje zelf op. Oh, dit is lekker. Dat ga ik ook nemen. Ik kan ook zelf water pakken hoor. Nee, dit is leuk. Cupjes vullen. Ik hier zit ook kaas in. Nou, volgens mij kan ik er gewoon tegen. We gaan het zien. Vino. Voor wie is die vino? Wat? Voor wie is die vino? Voor mama, maar het staat op mijn schouder. Oh ja. Kiekeboe is heel wild water aan het drinken en deze vogel gaat badderen erin. Oh, mama is ook aan het spuiten. Ah, oh, schattig. Wie is die grijze? Heel schattig. Niet. Hi, ik voelde al dat jij lief bent. Bolly is mijn vriend. Ja, Kiekeboe ook hoor. Wie wilt er voor Bolly zorgen als ik op vakantie ga? Wie ben jij? Jij bent die hele dikke gele. Hi, ik heb jouw kind. En dat is dan weer mijn kind. Volgende week komen jullie. Hi. Ik heb jouw kind geadopteerd. Lekker aan het wassen?
Peekaboo. Hey, boe. Tegen niet. Lekker gedoucht, Peekaboo. Wil nog voor wie? Wow, lekker. Nee. Wat zit er in de salade? Groene asperge. Pita pita. Pompoenpitten. Pompoenpitten, sorry. Huh? Gele tomaatjes. Komkommer. Rode ui. En de dressing? Mosterd, honingdressing. Oh. Paprika. En dat was het wel. Lekker. En lekker sla. Nou. Was het vandaag moeilijk, pap, om de pizza te maken? Ja, want het is warm. Oh, dus het deeg werkt niet mee omdat het warm is buiten. Hè? Als het warm is buiten, werkt het deeg niet goed mee. Nou, het wordt een beetje te elastisch. Ja, dat zag ik als er een scheur in kwam. Oh. Wow, dus eigenlijk is het met warmer weer moeilijker om pizza te maken. Nou, soms wel, ja. Oh. Is mij... Dit is met mozzarella en? Dat is allemaal kaas, cheddar, oh, koolrabi. Mag ik die? Ja, koolrabi. Wat is dit? Ui? Koolrabi. Oh, karamelliseerd? Ja. En Lekker. En dit is, hoe noem je dit ook weer? Dat blad? Laurier? Sali? Sali. Oh ja, Sali. Lekker hoor. Very lekker. Pesto. Zo, dan mag je zelf. Zelfgemaakte. Oh, die is lekker, ja. Maar ik wil denk ik geen pesto erop. Jawel. Oh. Die is heel lekker. Is die van de Appie of Lidl? Appie. Van de Appie is best van die pesto. Dat is die van 3 euro, maar die waren nu... Ja, 3,50. Ja. Zo. Ik heb ook 3 bakjes. Echt? Deze is goed, hè? Deze is de enige die echt smaakt met zelfgemaakte, vind ik. Met knoflook en zo. Joh, het is zonnebloemenolie, er zit bijna geen pijnmoedje. Nee, maar hij smaakt wel echt goed. Zijn jullie mooi te vieren? Ja, Charlotte. Ik kan het allemaal niet vandaag. Zie je? Hoe erg zou dat zijn? Very lekker. Wat is zwaar? Dat is waar. Elk stukje wil ik. Ik wil het kleinste stukje. Super zwaar. Au. Hoe kunnen jullie dit tillen? Dat doet vet veel pijn. Zwaar blad bedoel je? Ja. Maar het doet pijn aan mijn pols. Is het lekker? Heel lekker, sowieso. Mmm. Zo. Yummy. Je kunt ook, hè, dus voor... Yummy. Lekker. Zo. Wow, lekker. Heb je een foto gemaakt, El? Ja. Hm. Dit is heel belangrijk. Dat... Oh, huh? Wow, het is super kleverig, hoort dat? Door de warmte. Je kan kiezen hoeveel water je bij het deeg doet. En ik heb nu een deeg gemaakt. Heel flexibel die deeg. 75%. 65%. Wat ik heb gedaan is, ik heb er behoorlijk wat water bij gedaan. Niet eens te veel. En wat ik nu eigenlijk doe, is dat ik de lucht richting de rand doe. Zodat die rand heel mooi bolle, ja, bolle luchtige rand krijgt. Ja. Dat is... wat je met een Napolitaanse pizza hebt, dat maakt hem wel heel erg lekker. Hoppa. Jij vindt tomatensaus lekker, hè? Heel lekker. Nou, wat ik met tomatensaus doe, die is helemaal niet gekookt of zo. Dat is alleen maar verse... Van die, nou het is niet vers natuurlijk, maar bliktomaten van die San Marzano. Hele tomaten. Die gemalen, die maal ik. Het vocht een beetje weg. En dan doe ik wat basilicum en zout bij. En dat is that's it. Oh. Meer niet. Ja, ja. Dan ga ik even wat kaas nog pakken. Want dat is wel belangrijk.
Oh nee, mijn batterij is bijna leeg. Nou, misschien dat je nog net genoeg hebt, toch? Ik moest hem opladen hier. Ik heb wel mijn oplader mee, maar ik ben het vergeten. Nee, ik heb de mondsaus een beetje op, dus ik neem even deze. Dit is eigenlijk gewoon Albert Heijn gemalen pizzakaas. Is minder mooi dan mozzarella, maar is ook lekker. Zo. En bij een Napolitaanse pizza moet je de rand een beetje vrij laten, zoals je ziet, een hele dikke rand. En bij een Romeinse pizza doe je hem eigenlijk tot aan de rand. Daar hou ik van. Daar hou jij van, hè? Maar ik doe het toch lekker zo. Ja, dit ook. Ik heb hier gele paprika, die heb ik van tevoren eigenlijk gebakken. Omdat die anders misschien niet goed wordt als ik hem in de oven doe. Dat gaat in 90 seconden maximaal. En dan wordt misschien die paprika wordt niet goed. Zeg jij paprika of paprika? Wat jij wil. Nee, wat zeg jij? Paprika eigenlijk meer. Ik ook, maar het is paprika. Paprika zijn. Ja. Even zo. Anders was het met dubbel. Kijk, het is een beetje puinloop hier. Nee joh. Jawel. Wat ik ga doen, is een beetje verse oregano. 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 Overheen, dat vind ik lekker. Nu heb ik goed licht. Heb je nu goed licht? Goed zo. Mensen zullen het wel even vervelend vinden dat ik zoveel beweeg. Ik doe een klein beetje zeezout eroverheen. Lekker. Geen olijfolie, toch? Dat doe ik nu niet, omdat... Die kaas is vet. Nee, ook dat niet alleen, maar omdat de paprika al in olijfolie gebakken is. Mm. Klein beetje wat pittige peper eroverheen. Dat is heet. Dus even kijken wat ik nog meer ga doen. Oh ja. Geheim. Is mijn geheime kruidenmix. Dit komt uit ons, uit de tuin van ons huis in Zwitserland. Oh. Het zijn gedroogde kruiden uit de tuin. Mm. Ach zo. Ja. Mag ik wel zeggen. Nou, nu ga ik even één ding doen. Dat is namelijk... Hé, hey, ik zal hem even pauze zetten. Ik moet volgens mij even dat ding pakken. Oeh. Oh, je maakt het nog wat breder. Ik maak het nog wat breder. Ah. Alles goed leggen. Volgens mij. Deze vlog heet Hoe papa pizza maakt. Zo zijn. Daar zitten er twee padden. Hoi padden. Nou, ik hoop dat hij niet gaat uitvallen, mijn camera. Spannend. Wow, dit heb ik netjes gefilmd. Niet schokkerig. Nou, dan gaat hij hier... Wow. Ja, ik vind jou erop ook leuk. Ik heb hier geen licht. Te ver? Nou, ik hoop dat het goed gaat, maar... Dat was een beetje... Nee, is goed. Nee, hij bleef er achter plakken. Oh. Dus je hebt best kans dat hij achter gesneuveld is. Oh, het ziet eruit alsof hij gewoon netjes ligt hoor. Ja. Nee, hij is niet er al overheen gevallen. Als je dat bedoelt. Oh. Hoeveel minuten moet het? 1 minuut? 60 seconden. Jee. Ja. Bizar. Als nu de camera uitvalt, ga ik echt balen. Hij zou eigenlijk 450 kunnen, maar ik vind het wel mooi. Als hij nu uitvalt, is het echt een anti-cliffhanger. Ik bedoel een cliffhanger. De camera is leeg. Spannend! Spannend! Gast is moeilijk, denk ik. Daar ga je een beetje doen, maar dus, een steen. Daar ga je tegen het dakje. Ah. Dus ja, ik had gehoopt. Zo, nou, hier goed springen. En dat niet. Maar doe jij zonder tussenhipje? Ja, maar de touw gaat veel te langzaam. Omdat het licht is. Ja. Ik heb ook een zware. Het is wel lekker springtaal, toch? Dat kan je goed. Dat is voor coronakilo's. Waar gaat die snel van? Wow, wat ga jij gedaan? Papa kan maar één keer. Nee, maar ik heb door jou geleerd om zo te springen. En iedereen zegt... Hallo, dat is ook normaal. Ik doe niet springtaal om af te slanken. Zal ik een filmpje maken voor Instagram? Nee. Maar je bent al zo. Aline. Ja. Welke dag was ik ook weer fietsen één keer? Ja, namelijk op één keer. Ja. Wanneer was dat? Maand al hoor. Dat was echt. Nou, wat ik leuk vond, is dat ik helemaal. Ik maak een beeld van jullie, het ziet er heel gezellig uit. Ik ben geen lening gaan gebruiken. Misschien kun je samenwerken doen. Hashtag ad. Dat is toch niet normaal? Als ik de springtouw, dan gaat mijn blaas gaat loslaten. Ik heb nu een druppeltje. Lekker. En het is meestal als je wat ouder wordt. Ja.
Ik ben nummer 72. Hadden jullie het? Meneer, het is hier de app? Nee, ik vond het een. Je hebt het er echt. Nee, het is echt zo lang over gehad. Ja, schattig. Wow, als ik met de scooter was, was ik echt 2 uur geleden al weggegaan. Ja, dat was heel gezellig. Hier ligt de verkeersheid. Goed geregeld van Olie en Charlotte. Ja, heel goed gedaan. Ik was er na 2 minuten en toen kwam hij al, hè? Zo, fijn. Heel slim. Hé, hey, deze CD heb ik ook. Goed, ik ga even de tafel weer richten en dan gaan we naar bed. Doei. Slaap lekker. Hij slaapt lekker, jongens. Slaap lekker. Soms doe ik van hoor. Die dingen waarvan je denkt waarom goed, ook Melissa. Niet. Doeg. Je gaat vallen, Lot? Nee. Ik heb je gewaarschuwd. Doei. Doei. Oh, ik had... Hallo? Ik had vergeten. Je vergeet je schoenen. Wie, ik? Ja. Oh, maakt niet uit. Zo maakt het uit. Die draag ik toch nooit. Ha. Oké, doei. Mazzel. Doei. Ik dacht, dan ben ik iets vergeten. Ja, ik wist dus dat ik iets vergeten was. Ik voelde het aan alles, maar ik wist niet wat. Nee, ik draag echt nooit. Nu heb ik deze weer aan. Oké, ik ga wel in het zwart rijden. Wat is in het zwart rijden? Zullen we Lisboom luisteren? Ja, je hebt ook zo'n zuiglap, hè, voor het raam. Ja, die had ik vroeger. Ik heb er eentje. Ben je nu bij je? Nee. Lekker, die twee beesten bij jou. Ja. We gaan naar degene die het meest stinkt. Flitspaal rood en 50 km per uur. Flitspaal 50. Ja. Waarom doe je eigenlijk je navigatie aan? Altijd. Heel straks maar de foto's. Oh, kitten. Afgezet door mijn broertje. Zo gezellig. Wij spreken elkaar dus eigenlijk nooit. Het ging een beetje als pubers. Dan hadden we best wel veel. Altijd, we zijn heel verschillend. Dus dat botste wel vaak. En op een gegeven moment ga je al bij het huis. En dan vind je het lekker om alleen met je ouders te zijn. En zo. Nu is het weer dat we weer wat meer met het hele gezin zijn geweest. Viel het vorige keer zo goed. Toen ben ik natuurlijk de dag erna naar hem toe gegaan. En nu zou ik alleen gaan. En toen uiteindelijk kon hij ook komen. Zo gezellig. Nu heeft hij me dus hier weer afgezet. Hier staat mijn scooter. En ik ben benieuwd als het goed is. Ik ben al door naar de vestingen zo heen gereden net. Heel chill. Het is nu trouwens 10:15 of zo. Het is nog steeds licht. En als het goed is ben ik met 10 minuten thuis. Hooguit een kwartiertje. Ik ben heel benieuwd hoe lang. En ik hoop dat mijn scooter in één keer aangaat. Want vanochtend deed hij het dus niet. Toen moest ik even degene van wie ik hem heb gekocht bellen. Moest ik daar open schroeven kabeltjes aan elkaar. Dat vond ik best wel stoer dat ik het kon. Want daardoor deed ook de toeter. Dus het bleek gewoon dat de zekering niet goed zat. Testen of hij het nu ook doet. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga niet te hard rijden zodat ik het niet te koud heb. Want ik heb een klein beetje keelpijn. En deze sjaal om. En dan... Leuk joh. Heerlijk. Ik vind het gewoon heel leuk. Ik ging om 22:22 rijden. Super laat. Bizar hoe licht het dan nog is. En ik was om 22:00... Oké, simpel. 36 thuis. En het is nu 22:53. En ik was even al mijn Instagram stories aan het kijken. Ik heb trouwens best wel veel stories bij mijn ouders. En die sla ik altijd op onder het kopje. Ik ben ze, trouwens, je ziet zo aan mij dat deze week slopend was. Ik was ook helemaal kapot. En na het eten kreeg ik ineens veel energie. Want dat heb ik heel vaak. Maar ik heb wel het gevoel dat ik dan lekker ga slapen. En morgen weer wat beter voel. Ik ben helemaal kapot van de eerste week. Maar deze dag was echt leuk. Hopelijk maken deze vlogbeelden de rest van de week weer goed. Maar ik heb echt leuke stories zoals... Nou, als je me dus niet op Insta volgt, tenminste, ze is gehackt voor wie je nog niet weet. Maar mijn nieuwe Insta, laagstreepje, tot plus, bloem, laagstreepje. Heb ik wel leuke stories. Dit is zo schattig. Grappig, Larissa. Larissa Verbon die reageerde dat mijn moeder net een Indo-stijl is, hoe ze zo zit. Nou, welke filmpjes zijn nou zo leuk? Dit vind ik grappig. Ja, ik hoorde vannacht Olie. Olivier, heb jij een tweelingbroer? Nee. Wie zit er dan naast je? Vanaf zoek je een soort vriend zoals Olivier. Nee. Mama. Wat? Maar ik moet even een klein eentje.
Oh, ik ging weer stuk hoor. Leuke filmpjes, hè? Wat is in ieder geval, was heel leuk. Wat wou ik eigenlijk zeggen? Ik wilde iets zeggen. Ik weet het niet meer bol wat ik wou zeggen. Nu ben ik weer bij mijn kind. Ik kan me er altijd weer op verheugen om weer bij mijn kind te zijn. Mijn kind was al aan het slapen. Oh, dat wilde ik zeggen. Ik denk dat ik niet lactose intolerant ben. Ik ben het al meer dan een maand aan het testen. Ik weet dat ik ook naar de dokter kan, maar ik ben al zo vaak naar de dokter gaan om dingen te testen. En er komt nooit wat uit, dus ik dacht ik ga eerst even zelf testen. En ik heb nog steeds buikpijn. Nou, vandaag was mijn buik medium, gewoon wel buikpijn, maar dat heb ik altijd, maar niet heel erg. Dus ik dacht, ik ga het eens proberen. Dus ik kocht dus dat Starbucks drankje, daar zit melk in, niet meer last dan ik normaal heb. En toen bij mijn ouders was er een geitenkaas, zo'n lange ronde. En die heb ik bijna helemaal opgegeten. Niet meer last dan normaal. Ik was wel heel moe. Ik stortte toen helemaal in, toen dacht ik, zou dat daardoor komen? Toen kreeg ik een scheutje melk in mijn koffie. Ik praat echt ik de hele tijd verkeerd. Niet per se hier, maar net ook met mijn ouders. Omdat ik moe ben. Maar, en toen pizza. Mijn papa doet nooit zoveel kaas op de pizza als nu. Bizar veel kaas. Ik heb nergens last van. Dus ik denk niet dat het is. Dus ik moet weer gaan onderzoeken wat het dan wel is. Ja, ik weet het niet. Maar ik heb ooit een plaktest gedaan. Die moest ik 3 dagen ook niet douchen om allemaal allergieën te testen. Er was niks aan de hand. So I don't know. Maar lactose kan ik wel denk ik af... strepen. Het is eigenlijk ook wel logisch, want ik heb zo lang melk gedronken. Die tijden dat ik optimaal kwark een hele bak at per dag, ik had nergens last van. Dus dat is het gewoon niet. Nee, dat is het niet. Nou ja, to be continued. Dan ga ik de weekvlog hierbij afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Het was een beetje een rare vlog met heel veel beelden van het weekend en heel weinig van de week. Maar volgende week is dat weer anders. Doe even je duimpje omhoog als je hem leuk vond. En klets zeker lekker mee in de comments. Dat vind ik altijd heel gezellig. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog die nu wat sneller online zou komen. Of op mijn Instagram. Doei!